de Edison. Welkom, de center bij TikTok. Ga naar Godman. Het is op mijn lijf geschreven. Ja, hij staat er nog. Hi Steve, ik weet nog wel met de Edison's vorige keer, moest je haasten. Ja, voor ja. Echt, waar is je gebleven? Ja. Hoe is het nu met jou? Heel goed, hele relaxte dag, ik hoef lekker niet te zingen. Ik heb me lekker heel rustig kunnen klaarmaken in mijn hotelkamer. Ja. Dus ik voel me helemaal relaxed. Dat was hectisch hè, toen. Ja, het was zo hectisch, ja. Hoe was die ervaring met het Eurovisie Songfestival? Was dat even? Echt superleuk. Ja, ik heb er echt heel erg van genoten. Niet zo van daar nooit meer? Nee, nou, voorlopig even niet. Nee. Hey, want ik las zo 4 nominaties. Ja. My god. Jouw avond kan niet stuk, joh. Dat nee. Echt iets misgaan, hoor. Ja, heel leuk. Ja. Leuk toch, ja. Door al die dingen genomineerd zijn. Want ja, hoe is het verder met jou? Want wat gaat er gebeuren binnenkort? Ik ben eigenlijk heel druk met mijn nieuwe show maken. Ja. Ik ga in de avond live spelen, 28 april. Ja. En ik ga helemaal opnieuw beginnen. Ik ben bezig met mijn nieuwe bandmembers en een hele nieuwe set. En ja, ik heb er echt fucking veel zin in. Wat vind je van Beethoven? Wow. Wat vind je ervan? Hij is fucking hard. Beethoven was hard. Jij bent gewoon de Beethoven 2023, jij, joh. Nee, man. Nee? Nee, hij is Beethoven. Hij is Beethoven. Ik ben sorry. Jij bent van sorry. Met Beethoven. Beethoven. Ik weet dat het raak ligt, maar... Yeah, yeah. Hey, maar... hoe gaat het verder met je? Want je bent genomineerd. Hoe vind je dat? Ik ben blij, excited. Ik begrijp een beetje track. Ik heb nog steeds niet gepoept vandaag. Ik weet dat het een raar antwoord is, maar dat zijn de dingen die een beetje door mijn hoofd heen gaan. Je laat er maar over je heen komen, heb ik het gevoel. Of niet? Nee, niet echt. Niet. Nee, maar ik ben gewoon excited. Ik ben gewoon heel excited en die druk dat komt eruit. Ja. En je hebt nog met Maestro heb je ook nog gewonnen, hè? Nog als dirigeer. Ja, klopt. Ja, ga je dat verder uitbreiden of niet? Ja, dat ben ik al aan het doen eigenlijk, man. Ik heb mijn eigen orkest. Ja. En daarvoor hebben we al getoerd, hebben we een concertgebouw gedaan. En ja. Met een heel orkest van 60 man zo. En... Ja, hoe is die samenwerking ontstaan? De liefde voor dezelfde muziek. Ja, jaren 70, hè? Want ik ken hun, die jongens, die wilden classic rock, zeg maar. Een beetje jaren 70 rock. Maar dat is, op een gegeven moment is dat Otis Redding geworden. Ja, Double Cream is wel echt een soulplaatje. Ja. Ja. Dat is heel anders dan wat jullie normaal doen. Ja, we putten allemaal uit dezelfde inspiratiebron. En dat is 70s rock, maar het is ook zeker muziek die daarvoor nog kwam. Ja. Dus oude soulmuziek en rhythm and blues en oude blues. Zo gaaf, dat gaat het verder, deze samenwerking. Ja, zeker. We hebben al een nieuwe sessie gehad. Ja? Ja, sinds het verschijnen van de plaat. Wat was dat? 2 maanden geleden of zo? Ja. En nu zei... We hebben weer 3 nieuwe nummers. En genomineerd, hè? Ja, inderdaad. En hoe voelt dat? Ja, te gek. Heel onwerkelijk. Want het is eigenlijk gewoon ontstaan uit de drang om gewoon een leuke tijd samen te hebben. Ja. Ik weet niet, zeg maar, het gaan mixen van deze nummers was al zo'n ding van, ja, zullen we dat dan maar eens doen of zo? Ja, en het uitbrengen was al helemaal nog een brug verder. Ja. Ja, op een gegeven moment hadden we wel door dat het mooie muziek was. Toen dachten we, moeten we het dan ook niet uitbrengen? Ja. Moeten andere mensen dit ook niet gaan horen? Ja, kan ook niet anders, je komt uit Rotterdam, toch? Wat bedoel je?